Dit wordt een kort maar krachtig afscheidsprogramma, want de trein die vertrekt natuurlijk stipt op tijd. Ik had u heel graag de stad in willen trekken, omdat er zoveel te doen is in Rotterdam, juist op het klimaatgebied. We zitten vandaag in de trein naar Parijs. Gisteren hebben we in Nederland allerlei initiatieven opgehaald die duurzaamheid kunnen versnellen. Bij scholen, bij gemeentes, bij bedrijven, bij creatieve, innovatieve personen. Dat we die kunnen meegeven, dat die hun plek kunnen vinden in het realiseren van de ambitieuze doelstellingen. Waarvan ik uitga dat uiteindelijk de wereldtop die binnen 2 weken met elkaar gaat afsluiten, een handtekening eronder gaat zetten en dat we ons er echt aan gaan houden. Waar ik heel trots op ben is dat ik u mag aanbieden in mooi Nederlands de Dutch Business Sustainable Mobility Pledge. Ja. Ik geef hem graag aan u en daarom zitten deze ook nog niet ingebonden, want dat zijn de laatste die erbij gekomen zijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Mooi. Heel goed. Ja. Het is gewoon waar we ons aan houden. Sterker nog, heel vaak gaan we een stapje verder. En proberen we juist ook te inspireren door voorbeelden neer te zetten die soms weer tot nieuwe regelgeving leiden. Want als je eenmaal hebt laten zien dat het best kan, om energie-neutrale woningen te bouwen, om mooie nieuwe binnensteden in te richten waarbij je veel meer op carsharing inzet. Als je laat zien dat je asfalt op een veel lagere temperatuur kunt maken, waardoor je minder CO2-uitstoot realiseert. Het zijn allemaal dingen die inspireren om nieuwe vragen op te roepen. Verbazen vanuit de Nederlandse spoorwegen ben ik heel trots. Wij rijden al voor de helft op windenergie en over 2 jaar helemaal. Dus dan rijden alle treinen in Nederland helemaal duurzaam. We hebben ook duurzame toiletten op de treinen. Dus wij leveren echt een enorme prestatie en komen als groot vervoer nog overal midden in de steden. Wat een enorme kracht is. We zijn de verbinding van de samenleving. Wat van belang is, dat we proberen het spoor wat op zich al heel duurzaam is, nog duurzamer te maken. En ik kan ervoor zorgen, samen met de vervoerders, dat het voor mensen uiterst aantrekkelijk is om met het spoor te gaan. Dat is onze bijdrage aan meer duurzaamheid in de samenleving. Als het gaat om hoe krijgen nog meer mensen in de trein en wat moet je doen met prijzen van kaartjes, dan is dat een politieke afweging. En wat mij betreft iedereen uitgedaagd om te zorgen dat alles wat helpt om meer mensen in de trein te krijgen om dat te doen. Ga jij zo doen? We gaan nu aan de staatssecretaris vertellen dat de financiële sector, die gaan met elkaar aan de gang om hun echt impact te meten. Maar wat is de impact van hun op CO2-uitstoot via de leningen die ze uitzetten? Daar zijn methodes voor en die methodes gaan ze op elkaar afstemmen. Zover zullen ze misschien nu nog niet laat zijn in de verklaring. Maar je hebt die methodiek nodig om te kunnen gaan rekenen. En hoe optimistisch bent u? Het wordt wel heel spannend. Dus ik ben optimistisch omdat ik zie dat er bijna 170 landen zijn die nu in tegenstelling tot eerdere conferenties zich al verbonden hebben aan de doelstelling en ook zelf een pakket hebben aangeleverd, soms zelfs met wetgeving. Dat is heel hoopvol. En tegelijkertijd weet iedereen dat er natuurlijk ook een paar grote verschillen nog zijn. Je ziet dat er rijke landen zijn die misschien niet voldoende willen bewegen naar een goed doel toe. Er zijn arme landen die vinden dat er te veel van ze gevraagd wordt, terwijl uiteindelijk iedereen mee moet doen. Dus het is nog niet een done deal, zo gezegd. Iedereen heeft echt zoiets van het moet kunnen en dat moeten we ook buiten de trein uitdragen. Dat heel Nederland, heel Europa en de hele wereld erin gaat geloven. En daarom is het ook zo mooi dat wij niet de enige trein zijn uit Nederland naar Parijs. Er komt een trein uit Duitsland, er komt een trein uit Spanje, er komt een trein uit Italië, er komt een trein uit China. Dus iedereen komt met initiatief en inspiratie naar Parijs. Nou, dat is toch echt op zijn Johan Cruijffs. Je kan er wel op de stip leggen, maar je moet hem er wel nog even inschoppen. Nou, dat laatste mogen ze doen de komende 2 weken in Parijs.